Hallo en welkom bij weer een tutorial. In deze tutorial gaan we het hebben over, nog steeds over opruimen, net zoals twee filmpjes geleden. Maar we gaan het ook hebben over widgets. Wat zijn het? Wat doe je ermee? Hoe kun je er meer krijgen? Hoe zet je ze in? Hoe pas je ze aan? Dat soort kleine dingetjes. Laten we maar eens even gaan kijken. Hier zien we de achterkant van mijn site. Hier zien we de voorkant van diezelfde site. Op de achterkant van mijn site zie je hier het dashboard en je ziet hoe ik het dashboard al netjes heb opgeruimd, twee filmpjes geleden. Ik heb overbodige dingen weggehaald en hetzelfde heb ik gedaan bij de berichten en ook bij de pagina's. Maar de voorkant van mijn site, tja, daar zitten ook nog wel wat dingen bij waarvan ik denk van, wat moet ik ermee? En dan vooral hier aan de zijkant, deze dingen. Wat is dat? Wat moet ik ermee? Is dat handig? Kijk, deze vind ik handig. Meest recente berichten. En de dingen die ik erop heb gezet, die staan erop en je kunt makkelijk doorklikken. Vind ik handig. Die wil ik houden, maar de rest... Maar waar vind ik dat? Hoe doe ik dat? Nou, daarvoor gaan we naar weergave en dan gaan we naar widgets. Ik klik er nog even niet op. We hebben de plugins gehad. Dat is dus een extra programmaatje van buiten die wat toevoegt aan je site. We hebben het thema gehad. Die zorgt voor het uiterlijk. Hoe alles wordt geplaatst. Een beetje het gevoel wat je bij de site krijgt. De stijl, de sfeer. Widgets, dat zijn kleine mini-programmaatjes die je her en der op je site kunt zetten. En hier zie je het. Ik klap die nog even dicht. We hebben hier vier dingen. Een zijbalk, zouden we in het Nederlands zeggen. Dat is dit. Begint hierboven bij het menu en loopt door, al staat er verder niks in, tot hier beneden. Deze drie dingen hoor je te weten. Ik heb al een keer eerder in een filmpje genoemd de header, dat is dit. De body, dat is dat. En de footer, dat is dat. En die drie woorden, of twee daarvan, kom je ook hier tegen. De header en de footer. De header en de foottext noemen ze het. Maar hetzelfde als de footer. Dan heb je nog masthead, dat is ook iets wat hier zich in de header bevindt. Maar daar bemoeien we ons eerst niet mee. Het gaat nu om die zijbalk. Maar alles wat ik doe, werkt dus ook bij een van die andere gedeelten. Want ze staan allemaal onder widgets. Dat betekent dat je daar mini-programmaatjes in kunt zetten. Ik open de sidebar door op het pijltje te klikken. Daar staan verschillende dingen in. Daar staat bijvoorbeeld een zoekfunctie in. Het kan zijn dat er bij jullie andere dingen in staan, maar het idee mag duidelijk zijn. Ja, die zoekfunctie vind ik overbodig. Ik heb in mijn menu hierbovenin heb ik al een pracht van een zoekfunctie. En dan kan ik zoeken en het effect is dan exact gelijk als dat ik het hierin zou vullen. Dus deze mag van mij weg. Het programmaatje, de widget zoeken, zorgt er dus voor dat dit hier komt staan en alles wat erbij hoort. Maar het programmaatje hoef ik daar niet. Verwijderen. Meest recente berichten. Kijk, dat vind ik dan wel handig. Gewoon eventjes verversen. Dan is als het goed is zoeken weg. Ja. Meest recente berichten. Ik zei het al, die vind ik handig. Ik vind die titel alleen minder handig. Meest recente berichten. Ik zou het liever nieuws noemen. Maar ja, dat ben ik. Nieuws. Dus ik kan ook zo'n widget, zo'n programmaatje... Kan ik openen en dan kan ik soms dingen aanpassen. Nou, in dit geval kan ik de titel aanpassen. Misschien staat er bij jou wel niet eens een titel in. Dan kun je er een titel in zetten. Nieuws. Hoeveel nieuwe berichten wil ik maximaal tonen? Nou, ik vind 5 eerst wel een mooi ding. Wil ik ook de datum erbij tonen? Hoe ziet het er nu uit? Hoe ziet het er zo uit als ik naar de datum aanzie? Ik ga gewoon kijken hoe het eruit ziet. Opslaan moet ik dan niet vergeten. En ik ververs hem hier. Dan... Oh, dit vind ik niet mooi. Nee, dit vind ik helemaal niet mooi. Die datum mag van mij weg. Hup, die uit. Weer opslaan. Maar er staat wel nu nieuws boven. Mijn eigen kopje. Recente reacties en meta mag van mij ook weg. Dus, hoe doen we dat? Ik open hem, klik op verwijderen. Nog even dit, voordat ik meta ook verwijder. Elke widget ziet er dus anders uit. Heeft er andere dingetjes in zitten. Dat zie je hier duidelijk. Bij de ene wat meer, bij de andere wat minder. Stel nou dat ik de volgende wil veranderen. Ik ververs hem even. Recente reacties is eruit. Ik heb nieuws en meta. Stel dat ik zeg, hey, ik wil meta bovenaan. Nou, dat is ontzettend makkelijk. Je pakt hem beet, je sleept hem er naartoe. Je zag hem daar even laden. Ik ververs hem en nu staat het daar. Zo simpel is dat. Meta wil ik ook weg hebben. Zo, nu heb ik alleen nog de recente berichten, hou ik over. Dat is dat. Maar stel nou dat.
Stel nou dat ik hier wat meer dingen in wil zetten, nog wat andere dingen. Of ik heb iets weggehaald wat ik er weer in wil hebben. Laten we de zoekfunctie nog een keer pakken. Stel ik wil hem hebben. Nou, ik kan de zoekfunctie beetpakken en hem voorzichtig naar boven slepen. En hem er dan zo weer inzetten. Hup, daar is hij weer. En ik verwijder hem ook direct. Maar ik kan ook zeggen, nee, ik klik er een keer op en dan zegt hij, in welk onderdeel van de site moet ik hem erbij plaatsen? De foottext, de header, de masthead of de sidebar. Nou, ik wil hem in de sidebar, widget toevoegen. En dan komt hij er ook, automatisch onderaan. En je zult zien, als ik hem ververs, daar staat zoeken onderaan. Maar die wilde ik dus niet hebben. Nou zijn er meer widgets beschikbaar dan dit. Ik heb meer widgets hier staan, bedoel ik zelfs, dan jullie dat hebben. Waarom? Nou, je hebt misschien steeds wel dit soort meldingen gezien. Maar Site Origin, dat zijn de mensen die ons thema hebben gemaakt, Vantage, die hebben ook een aantal extra widgets erbij gemaakt. En die widgets heb ik erbij staan, jullie niet. Hoe heb ik dat gedaan? Ik ben naar plugins gegaan, geïnstalleerde plugins. En dan zoeken we even en kijk, die staat waarschijnlijk bij jullie nog uit, de Site Origin Widgets Bundle. Activeer hem maar even. Klik op activeren, wordt hij blauw. En dan krijg je allemaal extra onderdeeltjes die je ook kunt gebruiken bij je widgetpagina. Deze plugin voegt dus widgets toe. Dat is alles wat die plugins doet. Die zorgt ervoor dat jij bij de widgets meer programmaatjes hebt om in je sidebar of je footbar of waar dan ook te zetten. En er staan soms hele leuke bij. Je zou er eens een keer mee kunnen experimenteren. Deze Site Origin Google Maps kan leuk zijn. Je kunt ze ook op verschillende plaatsen dus neerzetten. Dus ik pak nog één keer mijn meest recente berichten. Die heb ik hier neergezet. Maar stel dat ik die ook in de footer wil hebben. Zo, in de foottext widget toevoegen. Ook hier wil ik hem nieuws noemen. Geen berichtdatum opslaan. Als ik nu, hier staat nu nog niks beneden, ga ik hem nu verversen. Dan zul je zien, hier beneden, kijk, dat ook daar precies hetzelfde, net zoals hier, nieuws, hier nieuws staat. Zo ga je daar dus mee om. Ik haal hem ook net zo makkelijk weer weg. Goed, tot zover eerst deze tutorial over widgets. En als je die hebt voltooid, dan ziet de voorkant van je site er weer een stukje netter uit. Succes ermee!